BNP Paribas Fortis stelt voor. Ik denk dat ze echt... ik sta daar nog altijd van versteld hoe dat zij die complexiteit van die film heeft kunnen vatten. Want ik heb eigenlijk... Er zijn twee kanten aan de film. Er zijn sommige mensen die ambiguïteit die erin zit, en ook die seksuele ambiguïteit, totaal niet inzien. Er zijn anderen die er heel veel opmerken. Voor haar heb ik gewoon het verhaal dat ik heb geschreven, heeft zij gelezen, hebben we over verteld. En is het een verhaal van een meisje die een soort surrogaatvader adopteert. In een soort van projectie, als we iemand verliezen en dan iemand anders gaan opzoeken om die te vervangen. Dat is wat er gebeurt voor haar. En tegelijkertijd is ze 11 jaar, ze wordt langzaamaan volwassen. En die complexiteit is er ook met meisjes van die leeftijd. Ik ben zelf ook 11 jaar geweest. En de meeste... het is gewoon een hele omkering wat daar gebeurt. Op dat moment waar de tegelijkertijd vaderfiguur... minnaar, broer, het komt allemaal samen eigenlijk. En dat is ook complex. En kinderen snappen dat ook en Kimke snapt dat ook. Zij begrijpt dat ook. Toen we de scène moesten spelen over wanneer Zobodj binnenkomt, wakker wordt. En zij gaat de plaats van de mama innemen. Want ze heeft begrepen door in de agenda te kijken dat hij rouwt om haar moeder. Dat er ooit een liefde is geweest die hij kwijt is geraakt. En ze gaan een soort bondgenootschap aan van afgewezen minnaars. Zij door haar vader en hij door haar moeder. En daardoor gaan ze samen, ze begrijpen dat gevoel, en ze gaan samen eigenlijk een soort band gaan ontwikkelen. Omdat zij de enigste zijn die dat gevoel kennen. En op dat moment, wanneer ze dat beseft, staat ze op. En ze neemt een bad, ze draait haar haar in een handdoek, gaat hem eigenlijk verleiden. En ik zeg tegen haar, ja, je zet het tekenfilmpje heel luid en dan komt hij binnen. En in ene seconde heeft zij op heel speelse manier eventjes een blik gedaan waar alles duidelijk werd van, ik wil u verleiden, entre guillemets, tussen haakjes, maar wat kinderen ook doen. Ik heb een dochter van dezelfde leeftijd. Als ze 8 jaar was en daar kwamen vrienden van mijn man binnen die ze wel aangenaam vond of die ze gewoon sympathiek vond, dan ging ze naar boven en ze kwam anders aangekleed terug. Dus het is ook iets wat meisjes of doen. Maar zonder natuurlijk het idee van een seksuele daad, maar het gaat om het versieren. Ja. En dat is sowieso dat we allemaal gewoon constant gebeurt. Dat het niet zo enkel gelinkt is aan de rol van man-vrouw. We zijn er constant mee bezig. In een Freudiaanse zin kun je zeggen dat alles seksueel is. Dat alles een seksuele kant heeft of te maken heeft met de ander te behagen. Op welke manier ook. En ook kinderen. En ook moeders. En kinderen. De opmerking die ze geven, of op de schoot komen zitten, of meisjes met kousjes aan, of kijk eens hoe schattig ze is, of dat moeders zijn met jongetjes. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.